Na 17 jaar is VV Sleewijk zaterdag 25 mei kampioen geworden van de derde klasse D. In de kampioenswedstrijd op Sportpark de Roef werd met 4-1 gewonnen van Sparta 30. Ik schiet hem altijd richting tweede paal en nu ging hij er in één keer in. Ja. Of dan wordt hij aangeraakt of dan wordt hij niet aangeraakt. Het is lang geleden dat Sleewijk kampioen is geweest. 17 jaar geleden. Ja. Dat wordt een feestje. Het wordt zeker een feestje. De ploeg van Pieter Tuns kwam in de vierde minuut op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Sparta 30. In de negende minuut zette Jenne Koek Sleewijk op gelijke hoogte. In de 17e minuut schoot Pascal Verwoerd de 2-1 binnen en dat was ook de ruststand. In de laatste 5 minuten scoorde Sleewijk nog 2 keer en stelde ze het kampioenschap veilig. 1 keer scoorde de Bruyne die een vrije tap schitterend in de kruising krulde. En in de 90e minuut maakte Pascal Verwoerd met zijn tweede treffer het feest op Sportpark de Roef compleet.